allemaal en welkom weer bij een nieuwe vlog. Vandaag dag 3 van de Summer Intensive. Leuk dat jullie allemaal weer kijken. Vergeet niet te abonneren, doe een duimpje omhoog. En ik neem jullie vandaag weer lekker mee op pad. Hey jongens, nou het is vandaag een beetje slecht weer, een beetje regen. Maar is ook wel weer even lekker hoor, even goed. Oh nee hè, kijk dan. De hele straat staat weer vol. Ik ga er nou echt niet doorheen hoor. Dat vind ik echt heel naar. Oh mijn god, oké. Nou, en door. Wat goed! Wat top! Weet je, leg het even uit. Oei. Even snel, de kijkers gaan door. Nou, in ieder geval. Wij zitten dus in een groep en die meisjes die moeten dus nu een les doen. Dus wij vroegen ons af, moeten wij daarbij zijn? Want het is voor de meisjes alleen maar. Maar dat hoeft dus niet, we hoeven niet te kijken daar. Dus we kunnen lekker weg. Wij zijn geheim nu eventjes. Wij gaan loempjes halen. Loempjes. Wij zijn het helemaal zat. Oké, we gaan nu lekker lopen naar de stad. Het is natuurlijk officieel nog vakantie, schoolvakantie. Yes. Dus het zou wel mega druk zijn. Maar ja, het komt allemaal goed. En even wat gaan we halen? Loempjes, hè? Loempjes. Lekker, zin in. Hoeveel neem jij er? 10. 20. Ik ook 20. 20. Ja. Ja, want ik moet nog de hele dag vanavond lesgeven, jongens. Dus dat gaat allemaal weer beginnen. En voor degenen die de vlogs al langer volgen, misschien NOS. Als je weet wat dat is, zonder Laura, dan ben je wel OG. Maar wel zonder Laura. Ah. We moeten haar eigenlijk voor uitnodigen. Zij moet met de spoedvaart nu Ja, zij moet met mee, want er zijn NS-stakingen. Oh ja, dat kan al niet meer. Het valt mij nog alles mee qua drukte. Wij zitten hier lekker even onze loempia's te eten. Nou, nog niet te eten, maar in paraat om te eten. Beetje naar staren. En deze verdieping, guys. Wie kent dit nog? Ik kom almost in beeld. Weet je wat ver weg? Wat onwennig. Nou, ik zie er heel dik uit, sorry. Nou, dat is psychisch. Ja, maar maak het niet erger. Oh. Jongens, we gaan even een klein mini-bukbang. Mukbang. Cheers. Jongens, geniet ervan. Mm. Ik had wel gehoord dat ze hier insecten in stoppen. Oh. Dat zijn ze toch naar mij gestuurd? Of was dat iemand anders? Dat ze hier gewoon insecten in stoppen om de smaak te verbeteren. Nee, als het zo lekker smaakt, dan mogen ze van mij ermee doorgaan. Exactement. Ik zie het al, een koeie oog. Ja. Ik heb wel het gevoel alsof het september is of zo, maar het is pas half augustus. Mm-hmm. Komt omdat we eigenlijk al het gevoel hebben alsof we met school beginnen, maar het is een soort van voor pre-school iets. Mm-hmm. Wij gaan straks het NOS doen, het NOS-journaal, voor de eerste keer weer. Als we er tijd voor hebben, hè? Ja. Er lopen hier een mensen rond. Ja. Wat is dit opeens? Heel onrustig. Ik denk dat de kijkers nog nooit zo'n saaie mukbang hebben gezien. Ik wil net zeggen. Oh, auw. Voor degenen die straks weer naar school gaan, ik wens jullie echt super veel plezier en succes. Ja. En goed je best doen. Wij zijn geslaagd. Hoe moeilijk dat ook is, en wij hadden er ook weinig plezier in hoor, maar hoe moeilijk dat ook is, geniet er wel even van, want nu mis ik het op een of andere manier. Dat is echt zo. Ja. Geniet van de mensen. Ik bedoel, ik mis echt de Franse les nu al. Ja. Ja, en sowieso, het is voor altijd, het staat je altijd bij. Voor mij is die hele 5-HAVO-jaar en dat moment dat wij de uitslag kregen is echt als een rollercoaster voorbij gegaan. Ja, dat is wel echt waar. Bij ons was het ook best wel chaotisch, want ik wist niet of ik nou gebeld werd of... Ja. Heel, heel raar. Maar geniet daarvan. Geniet ervan, ja. Nou ja, ik snap wel dat het in je examenjaar echt niet zoveel genieten is.
wij hebben daar ook eigenlijk maar gewoon 60% van jouw stress gehad. Ja. Vooral in de eerste en in de tweede en in de derde lekker, als je ook nog niet zoveel huiswerk hebt. Geniet ervan. Ja. Van school echt van rekensommen invullen hebben wij geen moment genoten. En dat mis ik ook niet. Nee. Maar wel met je vrienden en zo. Want dat heb je nu niet. En de vibe. En we hadden best wel veel leuke docenten. Mm-hmm. Het is een keer klaar. En voor de mensen die trouwens gewoon naar werk gaan en zo. Ook succes. Lekker. En voor de mensen die met ons mee een hbo ingaan. Ja. Oh ja, leuk. We mensen eigenlijk op... gewoon... Iedereen. Toetlemond. Ja, iedereen. Van baby tot aan 99 plus. Misschien wel 130. Oh nee, 122 volgens mij is oud. Wat zou dat... Is dat de oudste leeftijd? Ja, volgens mij wel. 100 wat? Wat? 22. 122? Ja. Iemand uit of Frankrijk of Japan. Maar hoe ga je... Hoe leef je dan? Vraag ik me af. Zo. Er zit dan elke dag gezonde dingen en... Het meeste ervan is genen. Mm. Want sowieso worden heel veel Japanse vrouwen worden heel oud. En heel veel Franse vrouwen worden oud. Op een of andere manier. Nou, moet ik maar naar Frankrijk gaan. Nou, kan je nog een keer geen niet. Nee, precies. Nou ja. Ja. Doei. Doei. Goedendag en welkom bij dit lang verwachte NOS-journaal. We zijn er weer. NS-stakingen gaan plaatsvinden vanaf volgende week 24 uur en 7 dagen in de week. Check dus daarom extra goed uw reis. En verder in het nieuws vandaag. Er is een dreigement op het huis van Queen Elizabeth. De dader zou met een kruisboog te werk zijn gegaan. En rivieren in Europa dreigen droog te lopen door extreme hitte. Welkom. Een mooie dag. Fijn dat u weer kijkt. En de droogte lopen. En daarover meer in Nieuwsuur. Want voor ons zit de zendtijd er nu op. Dit was het NOS Journaal. Met ons belangrijkste nieuws. Een dreigement op Queen Elizabeth. Vanavond meer nieuws. Fijne avond. Oké, allemaal. Ik kom net van dansen van vandaag. Ik ben vandaag vroeger klaar hoor. Want ik moet straks les geven bij de danscreatie. Die hebben ook een soort van summer intense. Wat ik hier doe, hebben zij er ook. En daar geef ik dan les. Vandaag en morgen. En dus daar ga ik nu naartoe. Ik heb lekker een maaltijdsalade bij me. En een fruitsalade. Dus ik hoef niet om te komen van de honger. Want soms neem ik dan weer net te weinig eten mee. Waardoor ik helemaal op een gegeven moment sta te shaken. Omdat je dan trek hebt. Maar je hebt niks. Dus je eet maar je laatste kruimel van je snelle jelle uit je tas. Weet je wel. Dus ik ben blij dat ik even wat eten voldoende bij me heb. En ja. Nou jongens. Jeetje. En dan zit de woensdag er alweer op. Oké, ik loop nu in Wateringen en daar is natuurlijk Dans voor Danscreatie waar ik les geef. En daar ga ik natuurlijk ook dan die summer intensive course, ik weet niet hoe ik het moet noemen, ga ik daar nu geven. Het is heel erg benauwd vind ik. Ik weet niet, het is een beetje benauwd. Maar als ik dan mijn jasje weer uit heb, dan denk ik van nou, vind ik toch wel weer vries. Dus laat het toch maar weer aan. Weet je wel, dus het is een beetje vreemd weer. Jongens, we moeten ongelooflijk veel doen. Ik moet echt het een en ander nog aan vlogs editen. Ik moet, als jullie dit zien, staat die online. Natuurlijk al. Maar ik moet dus nog die terugreis editen van Kos naar Nederland. Dat moet ik echt niet vergeten. En ja, er zijn nog andere vlogs. Ik moet nog wat zakelijke dingetjes doen. Oh my god. Ah! Maar dat is natuurlijk opeens zo anders. Want kijk, normaal heb ik best wel veel tijd. Maar nu krijg je natuurlijk ook wel weer school en wat meer dingen op je pad. Omdat eigenlijk de zomer een soort van voorbij gaat, is. Dan krijg je opeens veel meer dingen aan je hoofd. Wat niet erg is, maar dan moet je het juist extra goed plannen. Dus ja. Yep. Nou ja, dat wou ik even kwijt. Weet je jongens, plannen. Plannen, je moet gewoon in je agenda, moet je gewoon plannen. Ik zit zo naar mezelf te kijken, maar ik ga echt al een beetje weer mijn bruine kleur uitwissen of zo. Zie je? Ja. Nee hoor, dat gaat niet gebeuren, Jace.
We gaan dit bijhouden. Ik wil wel mijn bruine kleur behouden. Weet je wat het bruinste is geworden van, mijn hele lichaam? Mijn buik. Ja, dat klinkt misschien heel raar, maar mijn buik is zo bruin. Niet normaal. Ik ben net op tijd voor de bui. Hoep, hoep, hoep. Ik ging even kijken en echt over 5 minuutjes start regen, onweer, bliksem, everything. Daar zijn we. Ik ga starten. Zo jongens, ik heb net lesgegeven. Oh my god, ik had 24 mensen in mijn les. 24. En dan moest ik dan choreografie aan leren. Dus dan moest ik natuurlijk per groep allemaal dingetjes doen. Oh my god. 24. Oh my god. Dat is voor mij echt nieuw, want ik heb nooit zo... Nou, ik heb nooit zo drastisch veel mensen in mijn les. Dus 24 is opeens heel veel. Maar het ging wel goed. Morgen weer. Wacht even op de bus en dan ga ik lekker naar huis. Woep, woep, woep. Was wel geslaagd hoor, vandaag. Wel even wennen met zo'n grote groep lesgeven, maar goed. Oh, de bus. Oh nee, dat is de andere kant. Oh, daar komt bijna. Oké, jongens. Ik moet eten. Ja, weet je, hoe laat heb ik het? Het is 11:00 s'avonds. Ik moet nog avond eten. Je zit zo in een rollercoaster, jongens. Je gaat maar door. Je hebt gewoon geen tijd. Die tijd, het gaat zo snel. Ik wil jullie allemaal gaan bedanken voor het kijken naar de vlog. Dan ga ik hem even afsluiten. Ik hoop jullie morgen allemaal gewoon weer te zien. En ja, slaap lekker. En tot morgen. Bedankt allemaal weer. En doe even een duimpje omhoog, hè, als je het leuk vond.